natuurlijk niet alleen maar een wedstrijd geklommen deze week. Ik wil je nog een klein stukje laten zien van deze week. Een heel klein stukje van onze training. We gaan 5 keer in de week, 's ochtends vroeg hardlopen. En, meestal een korte afstand met z'n tweeën. En als een van ons tweeën aan het werken is, dan doen we het alleen. Dan lopen we een korte afstand met sprint ertussendoor. Dus een stuk dribbel, rustig hardlopen en dan 100 tot 200 meter sprint. Weer dribbel, rustig hardlopen, 100, 200 meter sprint, etc. Crossfit dingetje zijn. Eindelijk zit dat bij ons in de buurt, want we hebben geen geld om naar fitness of wat dan ook te gaan. Dus we moeten het zelf creëren. En dit is buiten, wat op zich ook wel goed is, want uiteindelijk zijn ook de wedstrijden in de winter buiten. Dus hoe meer we met buiten in aanraking komen, hoe beter. Nou, na de sprint, crossfit, wat doen we dan? Ja, je hebt zo'n wandrek. Eigenlijk is het gewoon zo'n kinderspeeltuin, alleen dan voor volwassenen. Dus je hebt een wandrek en met een wandrek dan klim je omhoog, alleen in je armen en weer heen en weer. Nou, dat doen we 5 keer. Ja, een eind is hondje! We hebben zin in dit ding, maar... Daar zit het ooit nog een schijfhondje! Dat boek! Oh, oh, oh! Ja, ik heb gezet op camera dat je bang bent voor me! Hij staat op recording! Een keer. Dan meteen wisselen. En dan leg raises. 5 keer. 10 keer. Sorry, 10 keer. En dan steps. Maar niet springen, maar juist stappen. Linkervoet, rechtervoet, rechtervoet, linkervoet afwisselen. Zodat we een beetje coördinatie krijgen. Want dat springen, dat kunnen we wel. En dat oefenen we natuurlijk ook al met het sprinten. Dan hebben we pull-ups. Dus voeten naar voren, lichaam op spanning. En dan een aantal pull-ups doen. Dus eigenlijk een soort van assisted pull-ups. 10 keer. Even kijken, dan hebben we... ik weet niet, eigenlijk niet zo goed hoe je dat noemt. Hoe zou je het noemen? Geen idee. Nou ja, in ieder geval zo met je armen naar beneden en dan weer omhoog jezelf. Antagonisten training. Dus precies de spieren die je meestal niet gebruikt. En dan zijn we rond. En dan doen we het allemaal nog een keer. En dat herhalen we dan een aantal keer. Het zal geen buitentraining zijn als je niet alle buitendingen doet. En er is één ding wat in Nederland lastig te trainen is en dat is kou. Als het koud is, in Nederland wordt het gewoon nooit zo koud. Dus je moet op de een of andere manier je lichaam laten wennen en laten accepteren dat kou eigenlijk oké is en dat je daar wel mee om kan gaan. En we hebben daar een manier op gevonden. En dat is zwemmen. Dus zowel in de zomer als in de winter. Gewoon simpelweg het meer in. Stukje zwemmen. Hoeft niet al te ver. Gewoon puur en alleen maar even die exposure. Er weer uit. En daarna, je moet toch op de een of andere manier weer warm worden. We zijn dan ook nog niet thuis. Dus nog een stukje hardlopen. Nog een heel klein stukje sprint. Gewoon puur omdat het er ligt. En dan rustig het dribbel terug naar huis. Dan zijn we helemaal tevreden. Nou ja, voor de helft van de dag dan. Want 's avonds gaan we gewoon weer klimmen natuurlijk.